Er is nog steeds geen oplossing voor marktventers die niet onder de centrale markt willen verkopen. Straatventers die niet over een vergunning voor verkoop beschikken, zeggen dat zij hun producten toch op straat verkopen omdat de markt geen aanloop heeft. Dit tot grote irritatie van de venters onder de centrale markt die vinden dat zij daardoor heel veel verkoop mislopen. Een van de straatverkopers zegt aan onze redactie ook geprobeerd te hebben onder de markt te verkopen, maar niet genoeg verkoop te hebben en daarom langs de straat haar waar aanbiedt. Deze verkoper, die al vele jaren op straat verkoopt, geeft te kennen dat het op straat ook niet even makkelijk gaat als het lijkt. Hier is ook hard om te verkopen. Wij weten, kijk dat prijzen even. Kijk goed, zo'n uur moeten we dat prijzen zakken. Helemaal. Hier is ook hard. Mensen denken dat ja, we verkopen hier heel goed. Nee. Helemaal niet. Maar ze hebben nu ook een drive-thru en een zondagmarkt, toch? Heeft u het dan niet? Het heeft geen aanloop. Gisteren waren mensen gekomen. Het is helemaal slap. Zondag overal is dingen, markt. Wie gaat in de markt, grote markt, komen naar de centrale markt? Niemand. De marktventer zegt dat zij ondanks de uitdagingen op straat, zij toch meer verkoopt dan onder de markt en daarom de confrontatie met de politie riskeert. De politie heeft haar wel vaker benaderd om op te ruimen, maar zij bleef doordrukken dat zij niet weggaat als anderen wel worden toegelaten om op straat te verkopen. Ik kan mijn kinderen niet verzorgen. Ik ben een alleenstaande moeder. Ik heb 4 kinderen, alle 3 gaan op school. Huh? En het is hard. Je kan niet alleen hier 2 of 3 mensen weghalen. Gaat het aanloop in de markt zijn? Al die onsbelangen. Waar zijn al die onsbelangen? Laten we dat ook weghalen. De politie hebben ons vandaag gezegd. Vanaf vandaag zouden hun optreden. Maar vanaf morgen gaan hun wel optreden. Maar ik heb die agenten ook gezegd. Hoeveel mensen verkopen hier? Als u ons weghaalt, gaat het in de markt wel aanloop zijn? Haal die supermarkt die ons belangen weg. Ik heb die commandant ook gezegd. Als u zelf, als je van huis naar winkel gaat, je krijgt van alles weg. Hoef je niet in de markt te komen. Wat heeft die politieman toen gezegd? Die politieman heeft gezegd, hun hebben opdracht gekregen. En ik begreep hun. Hun werken onder baas. Dus is niet hun schuld. Andere argumenten van venters die niet in beeld wilden waren ook dat zij niet onder de markt willen verkopen vanwege het COVID-19-virus. Anderen zeggen wel te beschikken over een vergunning om langs de straat te verkopen, maar konden die niet aantonen.